En waar worden vaak de allermooiste elektronische prijzen gegeven? Aan de winnaars van radio- en televisiequizzen. En hier zijn ze, Jan en Annie uit Zaandam. Hartelijk gefeliciteerd. En wat winnen zij? Een robot. Een allerliefste robot. Hun toekomstige maatje in de huishouding. Een schat van een robot die werkelijk alles doet. En die alleen maar nu en dan een batterijtje in zijn voederbakje lust. En bij die robot, kijk eens even wat een assortiment. Ongelooflijk mooie producten van deze Virato. Een toaster, een broodrooster. Een koffiemachine. Een prachtig televisietoestel, maar het is eigenlijk om je voedsel in te ontwarmen, te ontdooien. Een magnetron. Een heel klein radiootje. Ja, leuk ding. Hey, put it back. Come on. Hele stoute robot. Dan hebben we daar de hele toren met afspeelapparatuur, radio, cassettes en wat iets meer zijn. Nog heel veel meer van al die radioapparaten. Telefoontoestellen, het nieuwste van het nieuwste. Mooi, hè? En naast de ijskast natuurlijk een centrifuge. Als klap op de vuurpijl, een apparaat dat nog niet in de handel is. De eerste keer dat u het allemaal ziet. Dat is nog nieuwer dan de Matchline. En dat wordt het ding van over enkele jaren. Is het schitterend of niet? Hartelijk dank, lieve robot. Gefeliciteerd, winnaars van onze quiz. U ziet het, dames en heren, ik sta weer in het hoekje van de Viditel quiz-kandidaten die nog steeds druk aan de gang zijn. Maar ik vraag uw aandacht voor het nu volgende nummer. Het is eigenlijk een parodie op de toekomst, want alles wordt nu gemechaniseerd. De keuken, het kantoor, zelfs de kinderwereld, want de kinderen hoeven zelf niet meer te spelen. Ze hoeven alleen nog maar naar andermans spel te kijken. En daarop is een parodie gemaakt door die leuke robot van daarstraks met zijn vier kompanen. Met zijn vijven vormen ze een groep die sinds het eerste optreden bij BioLek in Duitsland furoren heeft gemaakt over heel Europa en in Amerika. Een heel wonderbaarlijk nummer, deze parodie. De groep heet Pigeon Drop en het nummer heet It's a Mechanical World. Centrifugal pulver.